Hallo, vandaag gaan wij opgave 33 met elkaar bespreken. Opgave 33 is best een lange opgave die gaat over power to gas. In deze opgave heb je echt de tekst nodig om de vragen te kunnen beantwoorden. Ik ga de tekst niet zelf lezen, dat kunnen jullie allemaal doen. Ik begin meteen aan vraag A. En daarbij staat, heeft de reactievergelijking van deze elektrolyse? En er wordt doorverwezen naar regel 1 en 2. Dus als wij in regel 1 gaan kijken, daar staat, met behulp van groene stroom kan water worden ontleed tot zuurstof en waterstof. Nou, ik zou hopen dat jullie weten dat water ontleedt tot waterstof en zuurstof zonder dat het erbij staat. Ik ga dan het even opschrijven. H2O ontleedt tot H2 en O2. Ik moet het nog kloppend maken. Twee O'tjes. Twee watermoleculen daarvoor nodig. Ik heb hier dus ook een tweetje voor. Dit is een gas. Dit is natuurlijk ook een gas. En ik ben nu klaar. En daarnaast staat, heeft aan of elektrolyse een endotherm of een exotherm proces is? Leg jouw antwoord toe aan de hand van een gegeven in figuur 38. En figuur 38 is niks anders dan de tekst. En daarbij staat, met behulp van groene stroom, dus dat betekent dat je moet energie gaan toevoegen. Het is dus een endotherm proces. Wij gaan nu vraag C beantwoorden. En bij vraag C staat, bereken voor deze methanisering de reactiewarmte in joule per mol waterstof. Maak hierbij gebruik van Wiener-tabel 57. Nou, ik heb al de reactie hier op de bord opgeschreven. Het was gewoon overnemen van wat in die opgave stond. 4 mol waterstof plus 1 mol koolstofdioxide heeft 1 mol methaan en 2 mol H2O gas. Het is heel belangrijk dat wij die gas ook meenemen, want in tabel 57... vinden wij de vormingswarmte van anorganische en organische stoffen. En als wij hier bekijken, het is heel makkelijk om een foutje te maken bij water. Want wij hebben hier watervloeistof en watergas. En als wij de verkeerde pakken, maken wij alvast een opletbaarheidsfout. Wat een beetje zonde is. Dus ik ga hier de vormingswarmte even opschrijven. Dit is min 2,42. Dit is min 0,75. Dit is min 3,935. En dan kom ik bij waterstof. En ik kan zoeken wat ik wil in tabel 57. Ik ga hem niet vinden. Want waterstof, weten wij, hij is een element. En de vormingswarmte van elementen is altijd 0. Dus heb je waterstof, heb je zuurstof, heb je chloor, oftewel Cl2... Jij gaat het gewoon niet in deze tabel vinden, want voor die stoffen, de vormingswarmte is altijd 0. Dus ik ga hier opschrijven, mijn vormingswarmte is 0. Maar wat heb ik mijn vormingswarmte eigenlijk voor nodig? Als ik de reactiewarmte wil gaan berekenen, wat ik doe is dat ik pak de energieverschil tussen de producten en de reactanten. Dus wat ik wil met de vormingswarmte eigenlijk gaan berekenen is, hoeveel energie moet ik daarin stoppen of krijg ik daaruit als ik mijn reactanten tot mijn product laat reageren. En dat doen wij door middel van de vormingswarmte. Dus ik heb hier dat de energieverschil voor deze reactie is, pak ik mijn producten, ik heb twee keer water plus 1 keer methaan. En dan heb ik 1 mol van koolstofdioxide. Wel goed opletten dat jullie dit minnetje niet vergeten. Want er wordt heel vaak dit minnetje vergeten en dan kom jij tot een foute antwoord. Delta E voor deze reactie is dan min 1,655 watt.
Want dat moet jij ook niet vergeten. Als jij hier tabel 65 gaat bekijken, helemaal hier bovenop, het staat keer 10 tot macht 5 joule per mol. Dus jij moet hier ook keer 10 tot macht 5 opschrijven, joule. Want dat is jouw eenheid. Ik ben nog niet klaar, want mijn vraag stond in joule per mol waterstof. En ik heb hier eigenlijk per 4 mol waterstof berekend. Je kan zeggen, maar mevrouw, ik heb waterstof helemaal niet meegenomen. Nee, maar 1 mol koolstofdioxide staat tot 4 mol waterstof. En je hebt wel alles voor 1 mol koolstofdioxide berekend. Dus je hebt in feite ook per 4 mol waterstof berekend. Dat betekent dat mijn antwoord moet nog gedeeld door 4 mol H2 zijn. En dan is mijn reactiewarmte min 4,1 joule per mol H2. En nu zijn wij klaar met vraag C. Wij gaan verder naar vraag D. Ik wil eerst nog één ding zeggen over vraag C. Dat betekent dus dat bij deze reactie energie komt vrij. Dus dit is een exotherm reactie. Als onze delta E negatief is, oftewel kleiner dan 0 is, is dit een exotherm reactie. Energie komt vrij aan die omgeving. Is deze delta E groter dan 0, oftewel positief, dan moet je energie gaan toevoegen en is dit een endotherm reactie. Nu kunnen wij verder met vraag D. En in vraag D wordt gevraagd, bereken de I-factor voor deze methanisering. Neem aan dat een rendement van 80% wordt behaald. Als wij tabel 97F daarbij pakken en wij gaan helemaal onderin lezen wat betekent de I-factor, dan staat erbij dat het is de massa van alle beginstoffen min de werkelijke massa van onze product, rekening houden met rendement. Gedeeld door de werkelijke massa van onze product, rekening houden met rendement. Wat ze daarmee bedoelen is, jij gaat een heleboel daarin stoppen. Dat is jouw beginmassa. Jij krijgt jouw gewenste product daaruit. Maar je moet nog rekening houden met het rendement. Dus je moet het rendement meenemen. En dat doe je en deel je alles door het massa van jouw product keer het rendement. En dan krijg je de I-factor. Oftewel, hoeveel afval heb jij ten opzichte van jouw gewenste product? Ik ga hem hier even opschrijven. Nou, de reactie blijft dezelfde. Wat we moeten dus doen is, de I-factor is dan de massa van CO2. Hier kunnen wij de molaire massa van pakken. En dat is 44,010 plus 4 keer de massa van waterstof. Dat is 4 keer 2,016. Dit is dan de massa van onze beginstof. Min rekening houden met de rendement. Dat is 80%, oftewel 0,8. Keer de molaire massa van wat ik wil maken. En dat is dan methaan. Want dit is een dit proces noemen wij dan, wat staat erbij? Methanisering. En dat is 16,043 gedeeld door 0,8 keer 16,043. Onze I-factor is 3,1. Oftewel, best wel hoog. Ik maak best veel afval ten opzichte van de product dat ik eigenlijk daaruit wil halen. In vraag E wordt aan ons gevraagd om dit blokschema, oftewel de ontbrekende pijlen A tot en met G, te gaan geven. Dus wij moeten uit regels 8 tot en met 10 gaan eruit halen. Wat moet allemaal op die pijlen terechtkomen? En ik ga even lezen regel 8 tot en met 10.
De zuurstof die bij de elektrolyse ontstaat, kan worden gebruikt in een vergassingsinstallatie waarin biomassa wordt vergast tot synthesegas, een mengsel van koolstofmonoxide en waterstof. Hierbij ontstaat ook een beperkte hoeveelheid koolstofdioxide die wordt gebruikt voor de methanisering. Dus, wij moeten op een of andere manier dit gaan invullen. Nou, in het begin van onze tekst stond dat wij gaan water elektrolyseren. Dus ik kan vrij zeker hierop schrijven, A is water. Want hij komt in mijn elektrolyseapparaat, waardoor twee pijlen daaruit komen. Eentje wordt gebruikt voor het methanisering en die andere wordt gebruikt voor de vergassing. In regel 8 staat dat zuurstof die bij de elektrolyse ontstaat, kan worden gebruikt in de vergassingsinstallatie. Dus B is dan mijn zuurstof. En dat betekent dan dat C is mijn waterstof. Hier, daarbij stond ook dat in de vergassingsinstallatie, en dat is deze, wordt biomassa vergast tot synthesegas. Dat betekent dat ik moet hier biomassa gaan toevoegen om met zuurstof te gaan reageren. En daarbij staat dat een mengsel van koolstofmonoxide en waterstof ontstaat en ook een beperkte hoeveelheid koolstofdioxide. Dus ik weet dat de waterstof die hier wordt gemaakt, wordt weer gebruikt in mijn industriële proces. Dus dit is synthesegas, oftewel waterstofgas en koolstofmonoxide. Dat betekent dus dat de beperkte hoeveelheid koolstofdioxide, die ook gebruikt wordt voor het methanisering, moet hieruit komen bij F. Wij zijn er bijna. Wat wordt dan gemaakt uit het methaniseringsproces? Methaan en water. Water staat hier al opgeschreven. Hier wordt dan methaan, oftewel CH4, gemaakt. Wij zijn er bijna. Wij hebben alleen maar vraag F. En in vraag F staat, heeft voor allebei een ander argument om hun uitspraak te ondersteunen. Dus Pia stelt dat het duurzamer is om de overtollige energie vast te leggen als H2 of als waterstofgas. En Koen zegt dat het duurzamer is om het waterstof te methaniseren. Dus jij moet dan gaan bedenken een argument om beide uitspraken te gaan ondersteunen. Wat zou je aan kunnen denken? Jij zou misschien kunnen zeggen dat het methaniseringproces is exotherm, want dat heb je berekend. Dat betekent dat energie komt vrij, oftewel je verliest energie met het methaniseringproces. En dat ondersteun je dan de argument van Pia. De argument van Koen is dat jij kan beter methaan hebben dan waterstof. En jij kan zeggen dat methaan is veel makkelijker op te slaan dan waterstof. Waterstof is een superklein molecuul en hij is bovendien explosief. Dus dat zal minder geschikt zijn om energie te gaan opslaan. En dat is hem. Wij zijn nu klaar met vraag 33 en klaar met hoofdstuk 11 en het hele 5 HAVO-boek. Dus succes!